Het ministerie van Defensie tracht door middel van een uitgezette trainingsprogramma militairen te blijven scholen. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie zei dit op een vanmorgen belegde persconferentie. De bewindsvrouw stelt dat deze trainingen cruciaal zijn, omdat de getrainde groep wederom ingezet wordt voor het verzorgen van trainingen binnen het Nationaal Leger. Ons trainingsprogramma, we willen eigenlijk, is onze goal dat 20% van ons personeelsbestand elk jaar in training moet zijn. Want we willen daardoor ook het lerend aspect binnen het leger vergroten. U weet dat competenties iets is waar je constant aan moet werken. Kennis vergroten, skills vergroten, vaardigheden vergroten. Maar ook versterken de grondhouding van militairen, de attitude. En dat is een constant proces dat we proberen te bewerkstelligen binnen het leger. Omdat de ontwikkelingen in onze omgeving ook constant aan het veranderen zijn. En opleidingen is een constant proces. Ik krijg, terwijl ik hier zit, krijg ik de app dat op eind van de maand, 27 februari, wij weer 40 onderofficieren en 40 officieren die nu in opleiding zijn, dat we die gaan afronden. Ik weet niet hoeveel ervan die opleiding hebben gehaald, maar er zijn nu 80 in de opleiding en dat we die certificaatuitreiking hebben. Aansluitend op het door de bewindsvrouw gestelde, zegt Sherif Abdulrahman, directeur van het ministerie van Defensie, dat de buitenlandse samenwerkingen moeten bijdragen aan het bevorderen van de vaardigheden. Het zijn meestal zeer technische trainingen, bijvoorbeeld voor onze marine, voor onze luchtmacht, bepaalde trainingen die we hier niet kunnen verzorgen. Dus dat is waar we het hebben als we het hebben over trainingen in het buitenland bij onze internationale partners. De bewindsvrouw zegt dat het ministerie bezig is te werken aan het bijscholen van de manschappen van het leger. In de maanden april en augustus volgen enkele trainingen die voortvloeien uit dit trainingsprogramma.